Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe video. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze cv-installatie waterzijdig inregelt. We hebben radiatoren met een convectorput en intergas. Maar wat ik eerst ga doen, ik ga eerst een magneetfilter plaatsen, een microbellenontluchter. En dan ga ik de cv-installatie waterzijdig inregelen. Hier heb je de intergas. En de leidingen gaan netjes naar beneden. Dus hier ga ik straks een microbellenontluchter plaatsen en een magneetfilter. Maar dan gaat die hier dus naar beneden met 22 mm. En hieronder is die dus aangesloten met kunststof. Maar dan denk je van, nou, dat is goed. Maar als je dus met de camera gaat kijken, dan zie je dus dat die gelijk met knietjes weggaat. Zowel op de aanvoer als op de retour. En dan heb je dus heel veel weerstand en ze vernauwen hem. Dat zou ik laten zien. Dus ik heb hier een spouwcamera, dan kan ik mooi kijken hoe de leidingen lopen. En dit is de aanvoerleiding. Daar hebben ze hier dus een knietje op gezet, of een bochtje, waar die dus heel erg vernauwt. En dan gaat hij die kant op. Dus ik heb hier al weerstand. Dit is de retour. Als je die volgt, ga je dus naar beneden. Kijk, en dan zie je dus het knietje zitten, of het bochtje. En dan gaat hij dus met 26 mm verder. Gaat hij naar de andere kant toe, dat is deze. Appa, en dan hebben we hier weer een bochtje. En dan gaat hij verder naar beneden toe. Dus we hebben in dit kleine stukje van 20 centimeter hebben we dus al minimaal 3 bochten zitten. Dus daarom moet dus de minimale pompsnelheid wat hoger gezet worden. Nou, microbellenontluchter geplaatst, magneetfilter geplaatst. Nou, hier bovenop de ketel zit dus een nieuwe automatische ontluchter. Ik vind het sowieso vreemd dat ze vanuit Intergas niet even een automatische ontluchter erop zetten. Dat scheelt gewoon heel veel storingen. Nou, deze radiatorkraan is dus voorinstelbaar. Dus je kan met een sleuteltje kan hem erop zetten. Hij kan er maar op één manier op. En dan zie je hier dus de nulinstelling, het streepje. En dan staat hij op standje 6. En dan kan je hem van standje 6 naar standje 3 zetten. En het is meestal zo, hoe dichter de radiator bij de ketel zit, of bij de warmtepomp of bij de stadsverwarmingsunit, hoe verder je moet knijpen. Maar hoe verder je hem knijpt, hoe kleiner die opening wordt en heb je dus geen magneetfilter, dan gaat hij dus verstopt zitten. Dus dat wil je niet hebben. Dus deze zit praktisch naast de ketel. Dus deze zetten we op 2. En dan is het ook weer afhankelijk van hoeveel watt geeft de radiator af. Dus hoe groot is die. En hoe goed is de ruimte geïsoleerd. Bij een slecht geïsoleerde ruimte moet die meer watt afgeven. En dan is de retourleiding heter. Dus hoe beter je isoleert, hoe minder wattage je nodig hebt, hoe zuiniger je stoot. Dus isolatie is het allerbelangrijkste. Op naar de volgende. En dit is dus echt een schoolvoorbeeld van een kleine radiator die heel weinig water nodig heeft. En die zit dus op 2 meter afstand van de ketel vandaan. Maar deze kraan is dus niet voorinstelbaar. Maar nu voor het inregelen van nood gebruik ik dus een schroefdraaier. En dan kan ik de retourleiding knijpen. En het kan in dit geval met een schroefdraaier of soms dus met een inbussleutel. Maar dit is in principe voor nood, want je moet dus altijd inregelen op de aanvoer en nooit op de retour. Want al het vuil vanuit de retour komt dus die ingeregelde kraan tegen, wat misschien maar 1 of 2% open staat. En dan gaat hij verstopt zitten en dan wordt hij niet meer warm. Dus altijd inregelen via de aanvoer. Dus nu zie je dus ook, hij is goed aangesloten, hij gaat hier naar links toe. En hier rechts ervan is die koud. Dus in plaats van dat er 8 liter per minuut naar binnen stroomt, stroomt er nu maar 1 liter per minuut naar binnen. En dan wordt hij net zo warm, maar dan gaat het rendement van de ketel omhoog. Nou, hierachter zit de kraan verstopt. Dus kom je heel moeilijk bij om de thermostaatknop eraf te halen. En die werkt sowieso niet als die verstopt zit onder een houten plaat. Dan blijft de warmte hierachter hangen en dan gaat hij dicht. Maar ik moet hem natuurlijk wel inregelen. Dus dan gebruik ik weer de spouwcamera.
weet niet of jullie het kunnen zien, maar rechts is dus het streepje en nu staat u op standje 4. Dus nu stroomt er wat minder water doorheen. En zo kan je dus wel kijken waar je hem op in hebt gesteld. Anders moet je weer de hele kast wegslopen en dat is ook zo wat. Nou, deze installatie is waterzijdig ingeregeld. Wil je nou zelf aan de gang? Let er dan op dat je het vermogen van de ketel verlaagt, het maximale vermogen. Maximale pomptoerental verlagen. Aanvoertemperatuur altijd op 75 graden houden in verband met pendelen. Anders gaat die aan, uit, aan, uit. Je begint dus met de thermostaat op 30 graden te zetten. Dan ga je de radiatoren knijpen die het dichtst bij de cv-ketel zitten. En hoe verder hij van de cv-ketel is, hoe verder je hem open laat staan. Als je dus heel veel weerstand in je leiding hebt, dan zet je dus minimale pompsnelheid wat hoger. Net zoals hier stond hij minimaal op 25%. Deze hebben we dus ingesteld op minimaal 40%. Dat komt dus door de weerstand van de leidingen. En maximaal staat hij dan op 50%. En minimaal vermogen 25% en maximaal vermogen 40%. Dus hij moduleert tussen de 25% en 40%. En de pomp moduleert dus tussen de 40% en 50%. En zo kan je dus de installatie waterzijdig inregelen. Nou, bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog als je het een leuk filmpje vindt. En dan zie je mij de volgende keer.